Welkom bij de examentraining over transport over een membraan. Bij je examen heb je vaak vragen waar transport over een membraan een rol speelt. Dat transport kun je verdelen in actief transport. Actief transport vindt plaats onafhankelijk van de concentratiegradiënt. Dat kan dus zelfs tegen die gradiënt ingaan. En passief transport dat alleen maar volgens die concentratiegradiënt plaatsvindt. Actief transport kost dan ook altijd ATP. Je hebt primair actief transport, zoals bijvoorbeeld een ionpomp, zoals hier de natriumkaliumpomp. ATP, in plaatje 2 zie je die aankomen, die wordt omgezet in ADP en die energie wordt gebruikt om het eiwit van vorm te laten veranderen, waardoor er in dit geval natrium naar buiten de cel getransporteerd wordt en kalium naar binnen. Je hebt ook secundair actief transport. En secundair actief transport zie je in het middelste plaatje en het rechtste plaatje. Het linkse is de natriumkaliumpomp. Daar wordt direct ATP gebruikt om een concentratiegradiënt, wat je net zag, te creëren. Bijvoorbeeld wat betreft natrium. Er is dus meer natrium buiten de cel dan daarbinnen. Wanneer natrium de kans heeft, zal die dus volgens die concentratiegradiënt van buiten naar binnen willen gaan. Daar is een eiwit voor en dat eiwit werkt pas als het gebonden is door natrium en ook gebonden is aan glucose. Als ze allebei gebonden zijn, verandert het eiwit van conformatie en transporteert beide naar binnen. Zowel het natriumion als de glucosemolecuul. Dit is secundair actief transport, want de energie is op een andere plek opgewekt met in dit geval de natriumkaliumpomp. Natuurlijk kan het ook zo zijn dat de ene stof naar buiten en de andere naar binnen gaat. Het ene is simtransport en het andere gebeurt met een antipoort, dus gaat de andere kant op. Maar beide zijn voorbeelden van secundair actief transport. Dan heb je ook endocytose en in dit geval met een receptor. Je ziet aan de buitenkant van de gele lijn, zie je die haakjes zitten. Dat zijn receptoren. En die receptoren die kunnen binden aan de sterretjes. En als die gebonden zijn, dan ontstaat er een kuiltje, er snoert zich een blaasje af. En daarin zitten de opgenomen sterretjes in dit geval. Endocytose met een receptor. Dan snap je dat het ook zonder receptor kan. En dat zie je in het plaatje links. Daar wordt een vast deeltje opgenomen door fagocytose. Endocytose is dus een fagocytose is een voorbeeld van endocytose. Rechts zie je een proces dat pinocytose heet. En bij een pinocytose wordt er vloeistof opgenomen. Dus dat is het verschil tussen endocytose zonder receptoren en de pinocytose. Omgekeerd kan het natuurlijk ook exocytose. En je ziet daar een blaasje aankomen, waarschijnlijk van het Golgi-systeem. En die gaat versmelten met het membraan in het midden van het plaatje. En dan komen de blauwe figuurtjes vrij. Waarschijnlijk is hier een hormoon gemaakt en wordt het buiten de cel gebracht. Exocytose. Allemaal voorbeelden van actief transport. De simpelste vorm van passief transport is diffusie. Dit zijn de blauwe figuurtjes. Zijn deeltjes die door het celmembraan heen kunnen. Dat kan water zijn, maar dat kan ook een ander klein deeltje wat niet geladen is zijn. De tijd gaat van links naar rechts en je ziet de stof zich verdelen over binnen en buiten het membraan. Op een gegeven moment is er geen concentratiegradiënt meer tussen buiten en binnen. Een vorm van transport. En dan diffusie. Het kost geen ATP. Een andere vorm van diffusie is gefaciliteerde diffusie en daar hebben we een paar smaken van. Dat kan via een eiwitkanaal en een kanaal is, zoals je ziet, altijd open. Dus de oranje driehoekjes kunnen van de ene kant van het membraan naar de andere kant. Ze kunnen niet door het membraan heen, maar wel door het poortje. Door het kanaal, sorry. Het is geen poort, want hij kan niet dicht. Een eiwitkanaal staat dus altijd open, maar een eiwitpoort niet. Net zoals de poort van jullie tuinhek, die kan open en dicht. En links zie je dat die dicht is
Het bolletje kan niet van de buitenkant naar de binnenkant komen. Pas als er in de situatie rechts een boodschapper gebonden is, dan verandert de eiwitpoort van vorm en dan kunnen de bolletjes van buiten naar binnen stromen. We hebben een kanaal, een poort en we hebben ook nog een carrier eiwit. En een carrier eiwit laat elke keer maar eentje door. Dus die bindt aan de stof die hij doorlaat, verandert van vorm en brengt hem naar binnen. Hiermee wordt de snelheid waarmee moleculen naar binnen komen, kunnen dus bepaald. En daarmee hebben we het schema compleet. Transport, actief, primair actief transport, direct met ATP op het eiwit, secundair actief transport en de cytose met of zonder receptor en het omgekeerde exocytose. De simpelste vorm is diffusie. Dat kan zijn gefaciliteerde diffusie met een eiwitkanaal wat altijd open staat, een eiwitpoort die open of dicht kan of een carrier eiwit die per keer een molecuul doorlaat. Dit was de transport over de membraan examentraining. Veel succes met studeren!